Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische Ondernemerscruise en online pionier. Vandaag ben jij in for a treat, zoals ze in het Engels zeggen. Ik spreek vandaag met Femke Hogema. Zij heeft in de coronatijd, in 3 weken tijd, een volledig nieuw boek geschreven. Het boek Ondernemen in Crisistijd. En misschien heb je dat boek nog niet gelezen. Misschien ken je haar van eigenlijk haar bekendste boek volgens mij. Het Profit First boek, wat gebaseerd is op een boek uit de Engelse taal. Ze schreef ook het boek Winstgevende Plannen. En zij begon haar auteurscarrière met Financiën voor ZZP'ers. Ik vond het een heerlijk gesprek, ook van auteur tot auteur. De stappen die iemand doormaakt, Femke laat ook gewoon heel duidelijk zien, we beginnen allemaal op nul, maar door focus, vastberadenheid, hard werken, zo simpel is het ook, en gezonde ambitie en heel veel investeren in jezelf en actie ondernemen. Ze heeft het ook over bijvoorbeeld perscontacten, hoe kom je in de krant. Blijkt dat je een bedrijf op kunt bouwen wat helemaal bij jou past, waar je zelf heel gelukkig van wordt en wat ook keer op keer weer genoeg uitdagingen geeft. Dus heel veel plezier met dit gesprek met Femke Hogema. Ik weet zeker dat je hier ook weer golden nuggets uit gaat halen, zoals dat gezegd wordt. Dus er zit een mooie inzicht in en iedereen die nog aan het begin staat van een auteurscarrière of ondernemerscarrière, werk gewoon gefocust hard door. En weet dat het een paar jaar kost. Weet je? Zo simpel is het. Dus heel veel plezier. Femke Hogema. Hoi, Jeanette. Ja, dankjewel voor het tijd maken voor ons in deze, voor jou ongelooflijk drukke tijden. Yes. Ja, want je zei in het voorgesprek, ik leef van dag tot dag. Ja. Ja, en ik ben er dol op om te kunnen zeggen, nee hoor, ik heb het helemaal niet druk. En dat over die periode heb ik ook. Ik heb ook perioden waarin ik echt met recht kan zeggen, nee, ik ben niet druk. Maar ik heb nu wel weer zoveel in korte tijd gecreëerd, dat nu is het wel weer even druk, ja. Ja, nou, schijnbaar hoort dat bij jou, maar daar gaan we het ook lekker over hebben. Ja. De eerste aanleiding om nu met jou te praten is dat jij in 3 weken tijd een boek hebt gepubliceerd, het is ook al uit, Ondernemen in Crisistijd. Ja. 100% ingegeven door de lockdown, door corona en door alles wat op je afkomt als ondernemer. Ja, 100%. Echt, het is echt een best wel bizar verhaal. Ik kreeg op 17 april een mailtje van de uitgever, waar ik ook mijn andere boeken bij heb gepubliceerd, van Dure Management. En die mailde mij, joh, wij zitten na te denken of we een boek willen publiceren over de huidige tijd, corona survival tips. Dat was het eerste idee. Lijkt jou dat wat? En ik zei, ja, dat lijkt mij wel wat. En toen ging ik erover nadenken en toen dacht ik, dat lijkt mij wel wat, dat lijkt me geweldig. Ik ben dol op boeken schrijven, dus de kans om weer een boek te kunnen schrijven. Toen dacht ik, ja, dat ga ik gewoon doen. Maar toen dacht ik ook, ja, maar het is... een boek in crisistijd, over ondernemen in crisistijd, dan heeft het niet zoveel zin als dat in februari 2021 een keertje in de winkel ligt. Dat schiet niet op. Dus nee, dat klopt. Ja, dus toen belde ik met de uitgever, meteen de dag daarna. En die vroeg aan mij, ja, hoeveel tijd denk je dan nodig te hebben? En toen heb ik gezegd, 3 weken. Ja, tuurlijk. Logisch. Ja. Ja, nou had jij wel ervaring, hè? Want dit is je 4e boek. Ja. Dus het is niet zo dat je het wiel moest uitvinden. En je had ook waarschijnlijk het vertrouwen, dit gaat mij wel lukken. Ja. Maar 3 weken is ambitieus. Zeker als je ook nog andere dingen erbij hebt. Nou. Ja, en ik kan ook door mijn verdienmodel, mijn businessmodel, kan ik ook wel redelijk de tijd creëren voor dit soort dingen. Ik moet niet iedere 3 weken een nieuw boek willen schrijven, dan gaat het op een gegeven moment spaak lopen. Ja. Maar dit kon wel en ik heb inderdaad de ervaring dat ik weet dat ik een boek kan schrijven, ik weet dat ik makkelijk schrijf, dat mijn teksten ook eigenlijk
vrijwel, ja, die zijn gewoon publiceerbaar. Daar hoeft een uitgever of een redacteur hoeft dat niet helemaal op zijn kop te zetten. Dat is een kwestie van een paar D's en T's en commas en punten en je hebt een boek. Ja. En ik schrijf gewoon heel makkelijk. Dus ik zei tegen mezelf letterlijk van, oké, Femke, dit is een kwestie van 2500 woorden per dag produceren. En dat heb ik gewoon gedaan. Ja, dan is het gewoon noeste arbeid. Ja. 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 Maar het is wel belangrijk wat je aanstipt. Het gewoon het zelfvertrouwen van dit kan ik. Dat heb je bij, had je het bij het eerste boek ook al, of was het toen een wat moeilijker proces? Nou, mijn allereerste boek is echt wel een tijd geleden. Dat is wel 8 jaar geleden, denk ik. Financiën voor ZZP'ers. Als ik daarop terugkijk, toen heb ik echt 4, 5 maanden echt 3 dagen per week zitten schrijven. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En, nou, en dat hoeft nu niet meer. Mijn tweede boek ging al veel sneller. Mijn derde boek, Winstgevende Plannen, dat schreef ik eigenlijk op een campingstoeltje op een iPad in Frankrijk in de vakantie. Ja, omdat je daar de layout al voor had eigenlijk, hè? Dus de opzet had je al. Die winstgevende plannen had ik de opzet. En dus ik weet gewoon, als ik wat ik in mijn hoofd heb zitten, dat kan ik echt wel op papier krijgen. Want ik voel me dan ook echt geïnspireerd. Ik voel echt, ik kan echt in de inspiratie gaan zitten, zodat ik ook hele mooie zinnen kan produceren. En dan ook lekker in hoog tempo. En heb jij wel eens zinnen van jezelf teruggelezen waarvan je denkt, heb ik die geschreven? Ja. Ja, hè? Vaak. Maar ik noem dat dus inspiratie, dat ik denk, ja. Ja, ik noem dat flow. Flow, ja. Ja, alsof er woorden boven je, of letters circuleren boven je. Maar op de een of andere manier stromen ze door je heen zonder dat je het zelf doorhebt. En dan komt het, nou, in dit geval komt het dan op je laptop. Maar vroeger kwam dat gewoon ambachtelijk de pen uit. En maar dat is iets, als je dat nog nooit hebt ervaren. Ik vind het moeilijk uit te leggen, laat ik het zo zeggen. Ja, maar dat is precies de reden dat ik dol ben op boeken schrijven. Want boeken schrijven doet dat met mij. Dan raak ik in flow, inspiratie. Dan komen er prachtige zinnen, mooie concepten. En ik heb dat ook op een podium. Dan kan ik ook echt in die flow raken. En dan kan ik dingen zeggen dat ik denk, wauw, dat heb je mooi gezegd, Femke. Ja. Had je dat kunnen verwachten toen jij, had je het kunnen bedenken toen je, weet ik, van jaren 16 was? Nee, 16? Helemaal niet. Nee? Maar dat vind ik een leuke vraag. Die heeft nog nooit iemand mij gesteld. Ik was heel slecht in taal. Ja, wat ik zeggen? Wat was vroeger jouw talent? Nou, niet taal. Taal was niet mijn talent. En ik, sterker nog, daarom vind ik dit ook zo gaaf. En dit leer ik ook mijn kinderen. En ik heb zelfs al een keertje op de lagere school, mijn kinderen zijn 6 en 8. In beide klassen heb ik verteld over boeken schrijven. En heb ik er ook bij verteld dat ik vroeger niet zo goed kon schrijven. En daarmee wil ik de kinderen ook een boodschap meegeven. Van jongens, alles is te leren. En wat je wil, jij kunt gewoon worden wat je wil. En laat je nou niet in de weg staan door het idee dat je nu iets niet kunt. Dat kan veranderen of niet. En het maakt ook niet uit. Ik wil zo graag dat kinderen gaan beseffen. Ik wil zo graag dat kinderen niet nu al zichzelf beknotten van, ja, maar dat kan ik niet. Ik kan niet sporten. Ik kan geen muziek. Ik kan niet schrijven. Ik kon niet schrijven. En ik heb daar zelfs traumaatjes op gehad. Ik weet nog dat de hele klas een stickertje kreeg bij het dicté en ik niet. En ik weet ook nog, ik vond opstellen schrijven wel leuk, maar ja, ik werd afgeschoten omdat ik geen dicté kon. En ik weet ook nog dat we Engels moesten leren en dat de hele klas kon al een beetje Engels en ik kon geen woord Engels. En dat ik toen ook dacht, oh, maar ik heb dus niks met taal. Dus dat waren al meerdere negatieve boodschappen over taal. En dan nu een bestseller-auteur zijn en dus heel goed kunnen schrijven. Ja, dat vind ik zelf eigenlijk ook wel cool. Van, weet je? Ja, dat is iets waar je echt gewoon trots op mag en moet zijn, vind ik ook. Maar, en wat heb jij daaraan gedaan om daar te komen? En welke mindset hoort daarbij? Ja, dat is mindset. Ik denk dat ik op een gegeven moment dat toch een beetje heb. Nou, bijvoorbeeld een van de dingen. Ik kon dus echt geen Engels. En ik wilde op een gegeven moment heel graag een jaar in Amerika high school doen. Ja. En toen heb ik dat ik kan geen Engels vervangen door ik ga Engels leren. Ja. Wat een doel. Ik wilde naar Amerika. En ja, ik geloof... Ik,
Dit is een lastige. Enerzijds geloof ik in de maakbaarheid. Ik geloof wel een beetje in maakbaarheid. Ik geloof dat je je eigen succes kunt creëren. Dat is ook een hele belangrijke drijfveer onder alles wat ik doe. Uh-huh. En tegelijkertijd komt er ook een bepaalde mate van geluk natuurlijk bij kijken. Dus ik had bijvoorbeeld het geluk dat ik benaderd werd door een uitgever van Duren. Wil jij een boek schrijven over financiën voor ZZP'ers 8 jaar geleden? Dat gebeurt maar weinig mensen dat ze benaderd worden door een uitgever. Dus dat was het stukje mazzel wat ik had. Nee, het is geen mazzel, want waarom gingen ze jou benaderen? Door al het werk wat je al gedaan had. Precies, ja. Dus dan komt maakbaarheid en geluk komt dan bij elkaar. Van, ja, het is actie. Je hebt eerst aan die kant actie ondernomen. Ja. En een uitgever zoekt altijd goede auteurs, hoor. Dat is voor de mensen die hoop willen houden. Ja. Ja, ze zoeken altijd auteurs over verschillende onderwerpen. En wat jou gebeurt, dat is mij ook gebeurd. Ik ga in het najaar nog een boek schrijven. Ik ga 2 boeken schrijven dit jaar. Yeah. Ze doen dat alleen maar omdat jij al actie hebt ondernomen. En omdat ze er vertrouwen in hebben dat je dat met een goed gevolg kunt afronden. Ja, helemaal eens. Ik geloof op grond waarvan hebben ze jou toen benaderd? Was je toen al aan het bloggen? Of wat was het? Nou, toen was het omdat ik... En verstand had van financiën. En dus liet zien in de... Was het al blogger? Dat weet ik niet meer zo goed. Maar ik liet wel zien bijvoorbeeld ook in de trainingen en de workshops die ik toen al wel gaf. Dat ik dus heel helder kon communiceren over financiën. En dat liet ik zien. En dat liet je zien. En dat was de combinatie die ze zochten. Ja. Maar goed, dat is wel interessant. Dan komt zo'n uitgever bij jou. En jij hebt misschien deep down inside die overtuiging dat ik ben niet zo goed met taal. En ze gaan jou vragen, oké, schrijf jij een boek. Wat gebeurt er dan met jou? Ja, toch had ik toen al meteen zoiets van, ja, natuurlijk wil ik dat. Geweldig, dat ga ik gewoon doen. En als eer of als wat was het? Wauw, wat was dat toen? Ik denk dat eer wel degelijk meespeelde. Maar ook wat het toen ook al was... Een boek schrijven, dat is echt wel een ding. Hè. Dat nemen ze je nooit meer af. Dat is echt een boek ook in de winkel hebben liggen. Ik bedoel, een boek schrijven en uitprinten, dat kan iedereen. Maar een boek publiceren, dat vond ik... Ja, dat heeft ook denk ik met ego te maken. En met iets achterlaten, iets achterlaten in de wereld. Dus die combinatie. En ik denk, doordat ik al in Amerika al had geleerd... dat ik wel degelijk Engels kon, dat het kennelijk iets was wat ik kon leren. En ik ben toen ook wat gaan schrijven. Dus ik denk dat dat hele trauma er wel een beetje vanaf was. Ja. Nou ja, het voordeel is, als je natuurlijk met een uitgever gaat werken... of met een schrijfcoach of wat dan ook... er moet sowieso een redacteur over je boek heen. Altijd. Ja. En dat was ook hilarisch. Mijn eerste... Ik weet nog dat, want nu weet ik hoe het spelletje werkt. Je schrijft een boek en het wordt geredigeerd. En dan krijg je dat terug met 10.000 rode strepen. Maar klopt, en dan gaat het nog een keer. Ja. Oh, maar de eerste keer dacht ik, nee, zoveel fouten, dat kan niet waar zijn. Oh ja. En nu ben ik daar wel een beetje aan gewend. En wat zijn dat dan voor fouten? Punten, komma's, dat soort dingen. Dubbelingen, ja. Ja. En nu was het ook wel tof... Nu heeft Monique, de uitgever, mijn boek geredigeerd. Want er was geen tijd om een redacteur aan te haken. Want letterlijk tussen idee en geprint en gepubliceerd boek zit letterlijk 6 weken. Dus dat iedereen is heel snel. Heel snel. Ultra snel. Iedereen was snel. Ik was snel, de uitgever was snel, de ontwerper was snel, de drukker was snel. Iedereen deed mee in het snelle. Ja. Maar de uitgever die zei, oh, je hebt bijna foutloos. Dus ik dacht, nou, zal het dan nu eindelijk gebeuren? Maar haar definitie van foutloos was nog iets anders dan die voor mij. Want ik heb nu bijvoorbeeld ontdekt dat ik het verschil tussen dat en wat, dat ik dat dus nog niet weet. Hè? Dat boek, Als terugverwijzend voornaamwoord of zo heet dat. Ja. Dat is inderdaad wat je zegt. Als je het manuscript eenmaal over de schutting durft te gooien, ja, dan komt het terug met 100.000 opmerkingen. Allemaal van die ballonnetjes en streepjes en dingetjes. Ik moest ook aan... Het is ook de schroom, hè, de eerste keer, van is het goed genoeg? Wat vinden ze überhaupt? Is het wel een boek waardig, dat? Heb jij dat ook gehad? Nee, dat...
Dat heb ik niet zo gehad. Financiën voor ZZP'ers is echt een heel inhoudelijk boek. Hè? Het eerste boek 8 jaar geleden. Ja. Ja. En toen kon ik al heel gestructureerd denken en schrijven. Toen had ik gezegd, nou, dit zijn de hoofdstukken die erin moeten. En dat vond de uitgever geweldig. Van wauw, wat een heldere structuur. En ook bij mijn tweede boek, dat was De Winstadviseur. Ook toen wist ik gewoon waar ik het over wilde schrijven. En nee, ook daar wist ik, ik heb een verhaal. Toen hebben we wel de structuur helemaal omgegooid. Want het hoofdstuk waar ik mee begon, is nu een van de laatste hoofdstukken geworden. Daarvan, ja. Ik had toen een schrijfcoach. En die zei, ja, ik begrijp helemaal niet wat je wil met me. Waar wil je heen? Dus dat was wel even heftig. Dat ik dacht, oh, is het niet goed genoeg? En toen hebben we het helemaal omgegooid. Winstgevende plannen schreef ik eigenlijk in één adem op. En ondernemen in crisistijd... dat komt gedeeltelijk echt uit mij. Gedeeltelijk de eerste 2 delen over mindset en over cashflow. Dat kon ik echt zo schrijven. En het deel over strategieën. Daarvoor heb ik 20 ondernemers geïnterviewd. En die interviews heb ik weer lessen uitgetrokken. Dus ja. Dat werd ook wel gedragen door andere ondernemers. Dat ja, nou, dat vind ik sowieso slim om interviews in een boek te verwerken. Het is niet alleen slim, het is ook leuk. Het geeft steeds andere perspectieven. Nee, maar ik had het bij boek 1. En inderdaad, dan komt het terug met al die opmerkingen. En dan gaat het, dan ga jij erdoor en dan ga je het weer insturen. En dan wordt het opgemaakt. En dan gaat er nog een keer een redacteur doorheen. En dan heb je nog een keer zo'n heel het boek. Je eigen boek. Ik denk dat je er wel 15, 16 keer doorheen moet in totaal. Ja, echt. Alles. Op een gegeven moment denk je, nou weet ik het wel. Ja, je weet het zelf wel. Ja, klopt. Ja. Ja. Maar het is wel een interessant proces. En het is ook... Ik vind ook dat mensen die een boek ambiëren moeten weten. Dat het niet zo is dat je een manuscript schrijft met bloed, zweet en tranen dat dan klaar is. Dan begint het eigenlijk pas, ja. En wat daar ook nog bij hoort, Jeannette, is dat mensen denken, ik heb een boek geschreven en dan is het klaar. Maar ja. Eigenlijk, als je wil dat het boek verkoopt, dan... is het schrijven van het boek is maar een fractie van het hele proces. Want het hele proces is gewoon net zoals ondernemen. Het is marketing, het is verkoop, het is zichtbaarheid. Ja. Het is nog een keer marketing, nog een keer verkoop. En op het moment dat je stopt met marketing en verkoopt, stopt ook de verkopen van je boek. Zo simpel is het. Je moet Klopt. Daar echt... En je bent zelf de grootste verkoper van je boek. Ja, echt. Uitgeven doet zijn best, maar dat is het dan ook. Ja, en ook, ik heb nu al... 2 toffe interviews gehad. 1 interview voor een krant met een grote foto erbij. En een interview voor Sprout. Dus 2 best wel interessante interviews. Maar die zijn er alleen maar omdat ik die redacteuren heb benaderd. Van, zullen we hier wat mee doen? Die komen niet uit de lucht vallen. Dus het is allemaal keihard werken. En het komt allemaal niet vanzelf. En zo ziet het er soms wel uit. Hè? Van, oh, Femke staat er in de krant. Ja, omdat ik de krant heb gebeld. En... soms moet je wel 15 keer een krant bellen voordat je 1 keer een stukje hebt. Soms moet je wel 25 keer een krant bellen voordat je 1 keer een stukje hebt. Dan heb ik 2 vragen. Het is interessant. Want dat laatste wat jij beschrijft is onderdeel van je mindset. Gewoon doorgaan. Gewoon, er komt vanzelf wel een ja. Of er is vanzelf wel iemand die iets over mij wil schrijven. Maar dan dat eerste stuk. Je hebt ze zelf gebeld. De kracht van je netwerk. Hoe zet je dat in? Ja, dat is echt, dat kom ik steeds meer tot ontdekking. Kijk, ik ben nu, hoe lang ben ik ondernemer? Nou, 13 jaar geloof ik, zoiets. En je hoort heel vaak in je ondernemerstijd hoe belangrijk een goed netwerk is. En ook Tony Robbins, die zegt bijvoorbeeld, je bent met wie je omringt. En dat hoor je. En ik heb dat aan het begin ook wel lastig gevonden. Want de eerste jaren dacht ik, ja... ik loop de hele godganse dag koffie te drinken met Jan en alleman. Maar daar komt natuurlijk helemaal niks uit. Dus dat vond ik ook wel frustrerend. Dat eeuwige gekoffieleut waar vervolgens niks uitkwam. En nu ontdek ik... holy Femke, je hebt een geweldig netwerk in al die jaren opgebouwd. Met directeuren van grote bedrijven. Met vrijheidsondernemers in de andere kant van de wereld. Spanje, waar dan ook. Je hebt een geweldig netwerk. En dat maakt dat ik nu wel snelle stappen kan zetten. Dus ja, wat is een goed netwerk belangrijk? En wat is het opbouwen van relaties belangrijk? En ik denk wat daar voor mij de les nu in is, die ik 13 jaar geleden niet wist, maar ja, die ik nu wel weet, is een netwerk gaat letterlijk alleen maar over elkaar
leren kennen. En wel de juiste mensen leren kennen. Want als je echt met iedereen koffie gaat drinken, dat schiet gewoon niet op. Dus nee. De juiste mensen leren kennen. Daar heel selectief in kunnen zijn. Maar dan gaat het letterlijk echt over het opbouwen van de relatie. En dan kan het wel 15 jaar duren voordat daar business uitkomt. En misschien komt er wel nooit business uit. Daar gaat het dan niet om. Dan gaat het er echt om, wij leren elkaar kennen. We worden kennissen of misschien zelfs wel vrienden. En dan komt er misschien een keer een moment dat. En dat zie ik ook. Ik heb nu mijn boek De Winstadviseur. Die is vertaald in het Engels. The Profit Advisor. Dat is mijn eerste internationale boek. Het staat op Amazon. En het verkoopt nog niet zo goed als wat we zouden willen. Maar het feit dat het überhaupt verkoopt, is 100% te danken aan mijn netwerk. Zonder mijn internationale netwerk had ik 0 verkopen gehad. Want een boek op Amazon zetten, er gebeurt er niks. Maar ik niemand kent je, precies. Ja, maar ik ben al in 4 internationale podcasts geweest. En daar kom je echt niet binnen door ze een mailtje te sturen. Dus dat kwam allemaal via. Dat Lisa en Mike McCallowich, dat zijn de 2. En Ron Saharian, dat zijn een aantal mensen die mij geïntroduceerd hebben bij internationale podcasts. En anders was ik daar niet in geweest. Nee. Dus netwerk, wauw, ja, zo belangrijk. Ja, enorm. En voor mij geldt, ja, weet je, ik netwerk heel makkelijk. En ik heb ook een enorm groot netwerk. Ik vind het ook heel leuk. Maar het is wel waar wat je zegt. Hè? Als ik terugkijk, van ik ben in 2005 begonnen met ondernemen. Het duurt wel, weet ik veel, 8 of 10 jaar voordat je denkt, die ken ik ook wel. Ja, die ken ik eigenlijk ook wel. En ik vraag ook altijd, als mensen zeggen, ik heb een boek gelezen, of ik ben bij iemand geweest. Bij wie ben je geweest? En wat doet die? Is het interessant voor mij, ja of nee? Dus op die manier ook gewoon weer het netwerk vergroten. Maar koffie drinken met mensen heb ik eigenlijk nooit gedaan, hoor. Nee, want dat is wel de keerzijde van het verhaal. Want als je dit nu hoort en denkt, ik moet dus met iedereen koffie gaan drinken. Nee. De vraag is dan, hoe ben je daar selectief in? Maar voor mij is bijvoorbeeld op dit moment, ik ga met iemand kennis maken als dat een gevestigd ondernemer is. Want dan, dat is voor mij een soort van selectiecriterium. Dan kun je op zoek naar een win-win. Maar voor mij om met startende ondernemers te gaan praten, ja, daar kan ik de hele dag wel met mensen praten. Dus dat... Nee, maar daar zijn je boeken toch ook voor? Denk ik dan. Daar heb je boeken voor geschreven. Ja. Maar het geldt wel. 1-op-1 doe ik niet heel veel. Gemiddeld genomen, dat kost inderdaad gewoon te veel tijd. Ik ben ook wel selectief in, ik ga wel naar bepaalde events toe. Ik denk, dan kom ik in elk geval weer eens even mensen tegen. En dan kan ik even ook weer de vibe van zo'n groep voelen. Ja. Als het niet mijn eigen events zijn dan. Hè? Ja. Dus dat vind ik wel leuk. Ja. Om gewoon even weer rond te lopen en te denken, even te horen hoe het gaat. En dan, want ik weet niet of jij dat ook herkent, maar je zit op een gegeven moment zo in zo'n bubbel met alleen maar hele succesvolle ondernemers die, weet ik veel, heel hard groeien en van alles doen. Terwijl er aan de onderkant, ik bedoel niet onderkant als in denigreren, maar er komen natuurlijk steeds nieuwe ondernemers bij. Er wordt steeds weer een nieuwe laag aan toegevoegd. Ja, ja. En het is echt wel, vind ik, leuk om daar wel mee feeling te houden of zo. Ja, ik ga ook graag naar bijeenkomsten. Alleen, ik ga dan niet naar netwerkbijeenkomsten, maar inderdaad naar events waar ik verwacht dat mensen, leuke mensen komen. Precies, en wat ik ook merk is dat ik tegenwoordig geïntroduceerd word. Dus dan zijn er mensen die zeggen, goh Femke, jij zou eens kennis moeten maken met. En dan neem ik dat ook wel serieus. Ja, maar dat is ook een andere manier van netwerken. Ja. Dat klopt. Ja. Het auteur zijn. Als jij jezelf voorstelt, noem je dat dan ook? Want ik ben auteur. Ja. Ik zeg ook tegenwoordig vaak, wat ik het allerleukste vind om te doen, is schrijven. Op een podium staan en nieuwe dingen verzinnen. Dus als je dan vraagt, wat ben je? Dan ben ik auteur, spreker en creator. En had je dat ook met iets anders kunnen doen dan met financiën? Nou, denk ik niet. Ik denk dat... Ik ben nu wel wat breder dan alleen maar financiën. Ik ben natuurlijk veel breder ook op het gebied van mindset. Zelfs op het gebied van marketing en verkoop heb ik wat te melden. Ook op het gebied van strategieën en verdienmodellen. Dus ik ben wel wat breder dan alleen maar financiën. Maar het financieel gezond en succesvol ondernemen, dat is echt wel een kern onder alles wat ik doe.
Omdat ja. Er zit voor mij echt een passie onder. Er zit echt een gedrevenheid onder van... Kom op, ondernemers. We hebben met elkaar geweldige ideeën en dromen. Maar die kunnen we alleen in de wereld zetten... als daar een stevig financieel fundament onder zit. Het geld is de zuurstof van je bedrijf. En als je dat niet belangrijk vindt... Ja, dan gaat je bedrijf dood. Dus, dan is het een hobby. Ja, dus dat is echt wel mijn ding. Dus dat zal ook niet zo snel veranderen. Al denk ik wel, mijn iets bredere thema is op dit moment... creëer je eigen succes. En dat gaat en over geld, hè, want dat betekent ook... zorg dat je geld verdient met dat wat je doet als je ondernemer bent. En ik richt me echt op ondernemers. Maar er zit ook een heel stuk mindset onder. Er zit ook de overtuiging onder dat jouw succes in die zin... maakbaar is en dat je dus invloed hebt op wat je creëert. En ik vind dat ik dat zelf heel mooi zeg in mijn boek. Ik heb een beetje een soort van disclaimer in mijn boek geschreven. Ja, ja. In mijn crisistijd. Want daar schrijf ik op een gegeven moment... letterlijk schrijf ik in de inleiding dan een kleine disclaimer. Dit boek biedt geen oplossing voor alle problemen. Dit boek redt niet alle bedrijven van een faillissement. Dit boek behoedt ons niet voor de gevolgen van een economische crisis. Het zou naïef en zelfs ongepast zijn als ik dat wel zou beweren. Er zijn bedrijven die het enorm zwaar hebben en die het wellicht niet gaan redden. Dat is erg. Dat doet mijn ondernemershart pijn. En ik wil dat niet bagatelliseren. En dan zeg ik, tegelijkertijd heeft het geen zin om het daarbij te laten. Want dat is niet het hele verhaal. We hebben wel degelijk invloed. We hebben altijd keuze. En door andere keuzes te maken, kunnen we andere resultaten bereiken. En het is dat evenwicht vinden tussen enerzijds... Ja, corona is ons allemaal overkomen. Wij konden het niet helpen dat we, als we een winkel hadden, de deuren dicht moesten doen. Of als je een massage hebt, je klant niet meer kan aanraken. Dat konden we niet helpen. Maar je hebt wel invloed en je hebt wel keuze. En dat stuk mindset, dat wil ik heel graag ook overbrengen. En dat gaat ver voorbij financiën. Ja, dat gaat ver voorbij. Ik vond het voorbeeld in jouw boek ook wel mooi van een, volgens mij een evenementenbureau. Die zeiden van, ja, we pakken gewoon alle klussen aan, al moeten we een huis schilderen. Er moet gewoon in elk geval een soort, de maandelijkse lasten kunnen betaald worden. Ja. Maar we gaan hier doorheen komen, doordat we alles aanpakken. Ja, gewoon, ja, precies, alles aanpakken. Ja, alles aanpakken. En dat vind ik dan ook wel weer heel mooi. En mensen worden ook creatief, hè, nu. Creatiever dan ze ooit geweest zijn, denk ik. Dus misschien is het ook wel een keer goed. Dit soort rare tijden. Ik weiger ook om het crisis of wat dan ook te noemen. Gewoon rare tijden. Ja. Er gebeurt altijd wel iets, denk ik dan. Ja. Hoe heb jij zelf aan je money mindset gewerkt? Hoe heb ik aan mijn money mindset gewerkt? Hoe ben je opgegroeid, bijvoorbeeld? Wat voor nest kom je? Nou, ik kom qua geld, denk ik, ik kom uit een vrij gemiddeld nest qua geld. Ik denk dat wij, ik ben niet, ik vind dat ik niet echt een negatieve money mindset heb meegekregen, gelukkig. En er waren wel voorbeelden in mijn thuissituatie, in mijn gezinssituatie toen ik kind was, die ook wel heel leuk waren. Zo, mijn vader die was directeur van een kinderthuis. En hij handelde in zijn vrije tijd in tweedehands fietsen. Nou, dat begon als een hele kleine hobby in een heel klein schuurtje. En dat groeide uit als een volledig uit de klauwen gelopen hobby in een gigantische loods met heel veel fietsen. En wat er dan gebeurde is, dan kwam hij meestal in het weekend op zondag, trok hij een enorme stapel flappen uit zijn kontzak en dan ging hij aan de keukentafel, ging hij dat zitten tellen. Ja, en dat... daar heb ik hele goede herinnering aan, omdat ik gewoon kon zien dat hij genoot van het geld tellen. Dus dat is een hele positieve boodschap. Het is ook heel concreet, hè? Het is ook heel tastbaar als je het fysieke geld echt ziet. Ja. En dat was dus alleen maar fietsengeld, om het zo te zeggen. Dat was alleen maar fietsengeld, ja. Ja. Dus hij had eigenlijk gewoon twee banen. Hij had twee banen. En wat ook heel grappig was, wij woonden in de directeurswoningen en van het kinderhuis. En dat was een groot huis, een vrijstaand huis. En ik dacht dus dat wij heel rijk waren, want wij woonden in een heel groot vrijstaand huis.
Maar ja. Wij waren helemaal niet rijk, want zo heel veel verdiende een directeur van een kinderthuis niet. Maar we hadden alleen de mazzel dat we in de directeurswoning woonden. Dus ik heb in die zin wel ook een gevoel van rijkdom meegekregen. Ja. En tegelijkertijd heb ik nooit echt geleerd ook om veel te verdienen. Dat moest ik echt zelf leren. En wat ook, mijn moeder heeft veel meer moeite met geld verdienen. Mijn moeder heeft ook heel lang heel lastig gevonden dat ik het voortdurend over geld had. Van ja, maar Femke, geld is toch niet belangrijk? En die had liever dat ik gewoon jeugdhulpverlening was gaan doen. Ja, 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 ja. Dus ook die kant heb ik wel meegekregen. Van je mag niet, de focus mag niet op geld liggen. Die heb ik ook wel meegekregen. En dus daar heb ik me wel aan moeten ontworstelen aan die, de focus mag niet op geld liggen. Maar is een einddoel geld of is het einddoel veel groter? Want jouw jouw missie is eigenlijk heel anders. Ja, kijk, het einddoel is niet geld. Ik vind alleen dat... ik vind het belangrijk om zelf te geloven, maar ook dat over te brengen, dat een deel van het doel wel degelijk geld mag zijn. Het is niet of. Het is niet of bijdragen aan de wereld of geld verdienen. Het versterkt elkaar. Het versterkt elkaar. Ja. En ik wil heel graag... ik vind dat ook vrijheid. Ik vind het vrijheid om te durven geloven dat je enorm rijk kan worden. Dat het oké is om schatje hemeltje rijk te zijn. In geld, hè. Dus niet in liefde, ook in liefde. Bij voorkeur ook in liefde. En ook in tijd. Bij voorkeur alles, ja. Ja, bij voorkeur alles. Maar ik wil heel graag omarmen dat het 100% oké is om schatje hemeltje rijk te worden. En daar doe ik ook mijn best voor. En daar zijn we nog lang niet. Maar ik geloof wel dat dat ons gaat lukken. En dat staat wat mij betreft helemaal los van al mijn... Nou, of nee, het versterkt dus al mijn andere doelen. Ja, het versterkt. Ja. Want ja. Dat is inderdaad... Ik weet niet of het nou Calvinistisch is of ik weet nog niet helemaal waar het vandaan komt in Nederland. Hè? Beetje soms afkeer van geld. Ja, maar denk ik Calvinistisch voor een deel. Voor een deel wel. Voor een deel zit er ook nog het hele patriarchale systeem overheen. Hè? Dat je als vrouw geld van de man kreeg. En ik heb zoveel scheidingen gezien ook nu de laatste jaren. Doordat de vrouw als ondernemer ineens meer ging omzetten / verdienen dan de partner die een baan had. Ja. Er zijn nog wel veel taboes rondom geld. Ja, het is wel leuk dat je dat ook noemt. Ik heb een hele mannelijke man in mijn ogen. Want ja, als je mij een beetje kent, dan snap je ook dat met een hele vrouwelijke man, dat zouden wij niet overleven. Want ik ben zelf al heel sterk. Dus daar moet toch minstens een heel sterk persoon naast staan. Anders wordt het niks. Dus ik heb een hele mannelijke man. Die ook, ik weet nog toen wij voor het eerst gingen daten. Hij deed gewoon de deur voor me open en gaf me mijn jas aan. Maar hij zei ook wel dingen als, kom in de auto stappen. En dan zei ik, waar gaan we heen? En dan zei hij, gaat je niks aan? En dan gingen we wel wat leuks doen, maar dan volgde ik. Nou, dat was voor me ook een hele nieuwe ervaring, de volgende ervaring. heb je dansles gehad vroeger? Ja, daar was ik niet zo goed in, hè? Stijl dansen? Nee. Ik kon wel goed dansen, maar ik ben wel een leider. Ja, oh, ik zie mezelf daar ook nog staan. Ik denk, hoe bedoel je? Ja, ja. Maar wat het leuke is dus, hij heeft een goede baan, maar hij verdient minder dan ik. Dus ik draag meer bij aan het huishoudinkomen dan hij. En hij heeft er echt geen enkel probleem mee. Hij vindt het allemaal helemaal geweldig. En wat hem betreft ga ik nog 2 keer zoveel verdienen, zodat hij gewoon kan stoppen met werken. Ja. Hij voelt zich daar niet minder man om. En daar ben ik zo blij mee. Daar ben ik ook zo trots op. Dat hij dat echt... Hij voelt zich echt niet minder man omdat zijn vrouw nou eenmaal meer verdient. Hij is daar zelfs trots op. Hij zegt dat tegen zijn vrienden. Ja. Dus dat doet hij goed. Dat, Bart, bij deze, dat doe je goed. Ja, doet hij heel goed. Ja. Ja, nee, mijn man kan ook niet wachten tot ik hem op pensioen kan gaan zetten. Ja. Ga ik trouwens niet doen, want dan gaat hij alleen maar auto's knutselen. Ik denk, nou, dat weet ik niet. Of dat nou een goed idee is, dat weet ik niet. Ja. Maar het is wel waar. Dus, maar jij zegt, oké, money mindset. Ik had niet een negatieve. Ik denk dat niemand een negatieve money mindset heeft. Maar het heeft te maken met een soort geldtemperatuur. Een thermometer die in jou zit. Je bent comfortabel tot een bepaald niveau.
En dat kan maandniveau zijn of jaarniveau of de dingen die je kunt doen. Hè, als je van je ouders hebt geleerd, we gaan in de zomervakantie, weet ik veel, lekker fietsen met een tentje. Dan is dat het niveau vakantie waar je comfortabel bij bent. Ja. Als je met je ouders altijd naar een 5-sterren hotel ging, dan is dat jouw comfortabele niveau. Ja. Als je daar ruim boven gaat, dan gaan er interessante dingen gebeuren. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Nou ja, wat daar heel grappig aan is, is ik heb echt mijn thermometer moeten bijstellen op bepaalde vlakken. Zo gingen wij voor het eerst naar New York. En ik heb dan in mijn hoofd wat een acceptabel bedrag is voor een nachtje hotel. Nou, dat moet je in New York eens proberen. Dus, ja, dat is contextueel anders. Ja, maar ja, ik dacht wel, ja, ik ga geen €300 uitgeven voor een nachtje in een hotel. Ik pieker er niet over. Nou, wij zaten in een rotperiode in New York. In die zin, er was en de marathon en de inauguratie van, ik weet niet meer van wie, van iemand, inauguratie van een president. Van een burgemeester of oké. Nee, ja. Van een president. Dus ik weet niet of Trump was, ik denk misschien wel Trump, ik weet niet meer precies. Trump is bijna 4 jaar geleden. Ja, dat zou goed kunnen dat het Trump was. En wij zeiden, nou, we gaan het niet te gek maken. En we hebben toen, ik denk, €150 per nacht uitgegeven voor een hotel. Nou, echt de kakkerlakken liepen over de vloer. Dus dat was echt een foute keuze. En ja. Nu gaat het niet door. Want in september hadden we weer tickets geboekt voor New York. En Sonja, mijn businesspartner en ik zouden samen gaan. En ik had dus echt voor het eerst mijn hele money, mijn hele geldthermostaat qua hotel bijgesteld. We hadden een geweldig hotel geboekt. Echt een duur hotel. Maar ook zonder dat ik daar enig probleem mee had, vond ik dat ineens helemaal oké. Dus daar heb ik echt een stap in gezet. Maar dat kan ook omdat ik weet dat ik het financieel kan betalen. Maar het heeft precies wat jij zegt. Het heeft echt te maken met wat is je geldthermostaat. Want 2 jaar geleden was ik niet bereid om zoveel geld uit te geven voor een hotel. En nu ben ik daartoe wel bereid, omdat ik denk, ja, het is maar geld. Geld is energie. Je kunt altijd nieuw geld maken. Dus, weet je, en we gaan gewoon lekker genieten. Ja, ja. Ja, ik herken het helemaal. En vlieg je al business class? Ja, een beetje. We hebben 1 keer een volledige upgrade gedaan, de business class. En dat was super. Daar konden we liggen en slapen, maar dat was ook betaalbaar. Ja. En de laatste keer dat ik dacht, ik ga het weer eens proberen, kostte het €10.000. Dat paste niet binnen mijn geldthermostaat. Nee. Nee, nee, dat zijn van die dingen. Ja. Ja. Ik zou het liefst altijd business class overal vliegen. Maar dan denk ik, nou, als je dan soms ziet van oké, dan moet je echt heel veel bijbetalen. Per enkele reis ook nog eens. Ik denk, nou, ik ga wel gewoon in die stoel liggen. En ik heb dan mazzel dat ik geen lange benen heb en zo. Dus ik red dat ook nog wel prima. Maar dat zijn van die dingen. Het zou fijn zijn als je echt zonder enige vorm van problemen kunt zeggen, ik vlieg altijd business class. Ja nou, dat is echt zo. En ik geloof ook dat het een elkaar beïnvloedt. Ik geloof dat op het moment dat je daarvoor open staat om er geld aan uit te geven, dan maak je het jezelf ook weer makkelijker om meer te verdienen. Omdat je moet op een gegeven moment die thermostaat ook doorbreken door misschien wel op een hoger niveau te gaan leven. En overigens vind ik het wel belangrijk om daarbij te zeggen dat het niet alleen maar gaat om heel veel geld uitgeven. Het gaat er met mij, wat mij betreft, ook over om letterlijk een soort van vrijheid te creëren. Dat mijn kinderen schuldenvrij kunnen studeren. Maar ook de vrijheid dat ik weet dat mijn pensioen geregeld is. Maar het gaat ook om bij kunnen dragen. Want ik heb nu, tijdens coronatijd, weet ik dat in India is er gewoon echt te weinig eten. Dus ik heb op dit moment iets van €1.400 aan India overgemaakt. En ja, €1.400. Vroeger maakte ik €100 over. En nu kan ik zonder enig probleem €1.400 overmaken. Waarmee ik weet dat daar heel veel gezinnen eten mee hebben. Dus dat hoort daar voor mij ook bij. Het is ook op een gegeven moment meer kunnen helpen aan goede doelen. Maar weet je, al zou je geen geld willen verdienen, ik vind dit de belangrijkste reden om heel veel geld te verdienen. Want dat is vaak, het zijn vaak toch wel de zorgende types die zeggen, nou, het geld is niet belangrijk. Als jij inderdaad schathemeltje rijk wordt, dan zoek jij lekker je eigen projecten uit. En hup, dan gaat je cashflow. Prima. Ja. Voor mij mag jij in een plaghutje op de hei blijven wonen, hoor. Ja, precies. En je hoeft geen jacht te kopen. En, ja, ja.
En wij wonen nu in een rijtjeshuis. En ik zie het wel gebeuren dat wij op een gegeven moment kunnen zeggen... Nou, officieel zijn we nu miljonair. Als je kijkt wat de waarde is van ons bezit. En, hè, dan, ik vermoed dat er komt een moment waarop wij kunnen zeggen... Officieel zijn we miljonair en we wonen in een rijtjeshuis. Dat zie ik ook gebeuren. We willen dan wel een keertje verhuizen naar een vrijstaand huis met wat meer bos, hoor. Maar alles op zijn tijd. Eerst nou, over 2 jaar komt ons huis te koop. Een villa, 1908, aan de bosrand, vrijstaand. Want in Spanje? In, het huis. In nee, Spanje? In Nederland, in Nijmegen. Oh, nou. Ja. Wij wonen echt heel erg mooi en we hebben dit gekocht toen de kinderen klein waren. Maar over 2 jaar gaat mijn jongste ook het huis uit. Weet je, het zijn allemaal levensfases waar je doorheen gaat. En ik heb nu al, ik heb een jaar geleden al aangekondigd, als de kinderen eruit zijn, wil ik hier ook weg. Ik vind dit huis veel te groot met 2 mensen. Ja. Weet je, je moet het allemaal warm stoken en schoonhouden. Ik zeg, ik wil dan gewoon lekker comfortabel, goed geïsoleerd, gewoon lekker ergens wonen. Ja. Want kinderen zijn natuurlijk van harte welkom te komen, maar ik hoef dan niet meer per se langs, hoe heet het, aan de bosrand te wonen, omdat de kinderen daar altijd fijn speelden. Ja. Dus, maar dat had ik 10 jaar geleden ook niet gedacht. Nee. Dat ik nu denk van dit huis, het is een fantastisch huis. Maar nu denk ik, ja, moet ik hier? Ik bedoel, het gebeurt nu al heel vaak dat we met z'n tweeën thuis zijn s'avonds. Dan zitten we elkaar aan te kijken. Ja, dit is ons voorland. Alle kinderen weg. Ja. En, ja, heel anders. Ja. En ik denk dat is die vrijheid. De vrijheid van keuzes kunnen maken... En je dus niet per se te laten belemmeren door geld. En ja, dat is denk ik voor veel mensen een uitdaging om die geldthermostaat op te schroeven. Want dat is toch een Nederlands ding. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En ik denk wat ook een veel voorkomende gedachte is van... Ja, maar als ik meer verdien, hebben anderen minder. Dat is er ook zo één. Mm-hmm. Dus... En het helpt, wat voor mij heeft geholpen, want dat vroeg je net... Het heeft voor mij ook geholpen om mijn doelen... helder te krijgen. Want op het moment dat je weet dat je eigenlijk... Hè, voor mij, ik wil eigenlijk aan het bos wonen... en ik wil dat mijn kinderen schuldenvrij kunnen studeren... en ik wil dat Bart en ik allebei met pensioen kunnen zonder gedoe. Als je weet... En ik wil veel kunnen bijdragen aan mensen die het minder hebben... Ja, dat kost allemaal wel wat geld. Dat red je niet van een paar tientjes pensioen opzij zetten. Dan moet je echt even significant andere stappen innemen. En dat helpt voor mij ook om rijk te kunnen worden. Ja. Nou, en het is ook jezelf toestaan dat jij het waard bent. Want en dat klinkt een beetje L'Oréal-achtig of zo. Maar ik kom steeds vaker, als ik doorvraag bij mensen waarom ze hun prijs niet verhogen of wat er gebeurt... Alles is teruggeleid op eigenwaarde. Alles, 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 alles. En het is heel belangrijk dat mensen zich dat realiseren. Het is niet een simpel knopje wat je omzet. Want het is geen thermometer die je in een dag hebt verhoogd. Nee. Het is steeds weer terug naar de basis en dat ben je zelf. Ja. Ja. Wat ben je verder dit jaar nog van plan? Wat ben ik dit jaar nog van plan? Ja, wat kunnen we nog verwachten? Nou, ik ben een nieuwe training... ik ga wel wat nieuwe dingen lanceren. Ik heb nu echt het fundament staan. Qua systemen, qua processen, qua team. Die fundamenten staan, zodat we op dat fundament ook echt nieuwe dingen kunnen gaan bouwen. Dus ik heb een aantal trainingen die ik wil lanceren. Maar ik wil ook mijn opleidingsprogramma voor boekhouders en accountants, wat nu het 4e jaar ingaat, daar gaan we echt weer een mooie schoen aan geven, dat het gewoon nog beter staat met meer video's. Maar ook dus nieuwe... Een van de dingen die ik heb geleerd van het volgen van een aantal super toffe online ondernemers, deze komt van Bushra. Bushra die zegt, launch quick and fast. En die heb ik ergens in mijn hoofd opgeslagen. Vaak Bushra is extreem. Die is extreem. Ja. Ja. Voor de mensen die haar niet kennen, Bushra Azar heet ze. Ja, zij is geweldig. Maar... Ze is fenomenaal. Ja. Ja, maar dat is een van de dingen die zij zegt. Lanceer snel en vaak. En dat heb ik opgeslagen in mijn hoofd. En we hebben dus in de tweede week van de crisis hebben wij een online training gelanceerd. Cashflow managen in crisistijd. Daar hadden we binnen een week 10.000 euro omzet op. En toen dacht ik, hey, dit kan ik dus. En toen ging ik een boek schrijven, anders had ik nog een andere training gelanceerd. Ja.
Maar ja, dat vind ik heel leuk om te kijken. Kan ik ook sneller en vaker gaan lanceren? Dus dat is eigenlijk een van mijn plannen. Ik wil heel graag... En dat zijn dan wel allemaal online trainingen? Online sneller en vaak, ja. Ja, ik heb ook een presentatietraining waar een live dag bij in zit. Ik heb natuurlijk ook ieder jaar in november heb ik mijn tweedaagse event Winstgevende Plannen. Dat is echt een groot succes. Dat is een geweldig event met een vuurloop. Dus dat is echt heel tof. Nou, ik ga ervan uit dat die door mag gaan. Als het allemaal goed blijft gaan wel, ja. Ja, dus daar hoop ik, dat wil ik heel graag. Ja. Dus die blijft gewoon gaan. En dan heb ik ProfitCon, die is al verzet, want die zou in juni zijn voor boekhouders en accountants en business coaches. Maar dat wordt nu verzet, dus dat is ook in het najaar. Dus ik heb wel weer genoeg dingen. Ik heb nog wel, en ik heb ook nog wel wat plannetjes die nog zo broeien, maar die nog niet helemaal rond zijn. Nou ja, klinkt alsof we nog wel een heleboel kunnen verwachten. Ja. Wie zijn jouw grote online idolen? Je hebt Bushra al genoemd. Ja, Bushra is gewoon leuk. Zij is badass. Ze is gewoon leuk. Ja, ze is enorm badass. Ze heeft volledig eigen stijl. Dat is echt fantastisch, ja. Ja. En ze doet het goed, hè? Ze doet gewoon, heeft gewoon een miljoenenbedrijf. Dus dat vind ik ook altijd heel leuk. Ja, en ik heb er in, 2015 of zo ben ik er al gevolgd. Toen ze nog nul had. En dat is zo leuk om te zien. Ja, super leuk. Ja. Ja, mijn andere online idolen. Of ondernemers idolen. Ja, wie echt mijn grote idool is Tony Robbins. Dat is echt een grote idool. Daar ben ik echt zakelijk verliefd op. Ja, superfan. Hashtag superfan. Superfan van Tony Robbins. Als het gaat over mindset en creëren van je succes. En hoe hij op een podium staat. Wow, dat is zo ongeëvenaard. Dus dat is echt geweldig. Maar Mike McCallowich vind ik ook echt een bron van inspiratie. Die heeft net dat is de Profit First man toch ook? Ja. Die heeft net weer een nieuw boek geschreven, Fix This Next. Geweldig concept. Ook voor jou trouwens leuk, denk ik. Ik zal het je even laten zien. De kijkers kunnen het niet zien, maar jij wel. Maar Fix ik wel. Oh, I love the cover. Ja. Knalgeel. Ja. Zwarte letters en een rood kruis. Ja. Ja, dus dat is ook een gaaf concept. Dus ook wel echt een inspiratiebron. Heel kort. Fix This Next is gebaseerd op de piramide van Maslow. Alleen dan voor bedrijven. Dus waar je als mens eerst veiligheid nodig hebt. Voordat je aandacht kunt hebben voor sociale contacten. Voordat je aandacht kunt hebben voor zelfrealisatie. Zo, de basale behoefte van ieder bedrijf is sales. Daarna komt winst. Daarna komt processen, daarna komt impact en helemaal aan de top zit legacy. En hij heeft dus een dat is interessant, ja. Heel interessant. Hij heeft dus Gewoon eerst geld in, wat dan ook. Er moet gewoon geld in. Ja, eerst geld en dan winst en dan processen, impact, legacy. En hij heeft een heel boek geschreven over Fix This Next. Wat is nou het volgende wat je moet fixen in je bedrijf? Echt heel leuk. Oké. Zal ik een rol van me? Ja. Wie volg ik dan in... wie ik in Nederland volg is Aart-Jan van Erkel. En dat komt omdat Aart-Jan superleuk schrijft. Dat vind ik echt cool. En ik heb bij Aart-Jan best wel het een en het ander gekocht. Dus Aart-Jan, die doet het bij mij. Daar ben ik ook wel fan van. Ja, en je hebt ook op nummer 1 gestaan, hè? Door zijn training. Ja. Ja. Door zijn training gevolgd, ja. Ja. Ja, volgens mij kom je heel vaak ook als testimonial... Als voorbeeld, dat is prima, want het werkt. Dat is zo simpel is het. Ja. Ja. Over 10, 12 jaar? Zijn je kinderen aan het huis uit? Zijn je kinderen aan het huis uit? Over 12 jaar zijn ze het huis uit. Nou ja, dat weet ik niet, maar dan zijn ze volwassen. Over 12 jaar zijn ze volwassen. Ja. Ik wil dan op hele grote podia staan voor 10.000 mensen of meer. Om mensen te inspireren om hun eigen succes te creëren. Ondernemers te inspireren om hun eigen succes te creëren. Heel veel met mindset doen, maar wel, ik ben niet van de fluffy, zweverige mindset. Maar van de super praktische, down to earth. En wat gaan we nou eigenlijk doen? Hè? Actie. Maar wel gebaseerd op mindset. Nou, dat. Ja. En dan ben ik financieel vrij. Ja, dat is het plan. Dus financieel vrij. En is dat in het Nederlands of in het Engels?
Dat is een goede vraag, want ik zit nu op het punt dat ik een nieuwe training ga ontwikkelen. En het zou zomaar kunnen dat ik die eerst in het Engels ga doen. En misschien daarna nog in het Nederlands. En dat zou voor mij een first zijn. Ja, ja, als je echt, echt de grootste ambities hebt. Zalen van 10.000 mensen. Ja, dat is in Nederland niet zoveel. Nee. En in Amerika is dat vrij normaal. Ja. 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 Dus ja, ja, het is nog zo in de kinderschoenen dat ik het nog niet helemaal wil gaan benoemen. Maar... Nee, het is leuk om dat te zien inderdaad. Maar ik wil inderdaad nu iets neer gaan zetten waarvan ik denk, volgens mij moet ik dat gewoon in het Engels neer gaan zetten. En ja, want in Nederland is gewoon heel klein. Dus waarom zou ik niet kijken wat er gebeurt als ik het in een taal doe die, weet ik veel hoeveel, 100 keer zoveel mensen spreken? Ja, Nederland is een heel klein taalgebied. Ja. Dat klopt. En ik zat te denken, het mindset. Want dat is mijzelf ook wel eens opgevallen. Waarom zijn er heel weinig, of eigenlijk, ik weet niet of ze er zijn, op grote podia, weinig vrouwelijke Tony Robbins-achtige types? Echt raar is dat in Nederland in mijn ogen niet. Dus ik stel voor dat ik dat ga opvullen, dat gat. Dat is mijn idee, want... Ik begrijp dat ook niet. En ik denk dat een deel ermee te maken heeft dat de mindset trainers, de Tony Robbins, dat zijn mannen met een redelijk grote mate van zelfvertrouwen, een redelijk ego, echt het gevoel hebben en ik heb wat bij te dragen. En vrouwen, en dan generaliseer ik, maar te veel vrouwen zijn of te onzeker, of ze maken zichzelf kleiner, of ze denken, ik ben daar nog niet, of ze denken, een ander is beter dan ik. En dan sta je niet op een podium van 10.000 mensen. Dus ik denk dat dat echt, echt ontbreekt. Dus die plek wil ik graag hebben. Nemen. Ja, het is ook nodig, vind ik. Gewoon, we hebben echt goede vrouwelijke sprekers nodig. En inspiratoren. Oh ja, in het vorige gesprek hadden we het ook nog over de podcast. Over podcasten als middel. Want ik hou nu de top 200 van iTunes in de gaten. En dan zie je ook hoe weinig vrouwen er in de top 50 staan. Vrouwelijke podcasters. Dus op de een of andere manier is het toch... Of we zijn niet competitief of zo. Ik weet het niet. Ja, ik wel. Want ik kijk elke dag. Dus ik wel. Ja. Maar ja, het moet dan toch gebeuren. Maar het is echt, dat is echt wel een punt. Want ik ging voor ondernemen in crisistijd, ging ik mensen interviewen, ondernemers. En ik heb gewoon een oproep geplaatst van wie mag ik interviewen. En mijn vraag was, ik ben op zoek naar ondernemers die de crisis overleven of gebruiken als springplank naar succes. En die daar dus ook iets in hebben gedaan. Dus niet, ik wil geen mazzelaars. Hè? Niet zo van, oh, wij hadden mazzel, ineens 10 keer zoveel verkopen. Nee, dat ze echt in actie zijn gekomen. Ja, ik produceer mondmaskers. Ja, precies. Al 20 jaar. Ja, nee, dus die wilde ik. Ja. En op een gegeven moment had ik 12 interviews gedaan. En toen dacht ik, ik heb alleen nog mijn mannen geïnterviewd. Waar blijven die vrouwen? En dat vond ik heel, heel... En uiteindelijk heb ik er wel een aantal hele toffe vrouwen in. Maar waar bleven die vrouwen? Ja, dat is wel interessant, ja. Volgens mij blijft het gewoon strijd. Denk ik. En we moeten het blijven benoemen. Ja, nou, en dan heb ik 2 zonen en niet 2 dochters. Maar dan hoop ik dat ik via mijn zonen al die meiden op school kan inspireren om gewoon te gaan staan. En dat Ja, je voedt je zoon. Ik heb 2 zonen en 1 dochter. Maar je voedt je zonen ook op om gewoon leuke mannen te worden die ook hun vrouwen weer laten groeien. Of die het normaal vinden. Precies. Ja, dat klopt. Is er nog iets, want onze tijd zit erop. Is er nog iets wat jij als laatste wilt meegeven? Ik heb het al eerder gezegd, maar daar wil ik dan ook mee afsluiten. Je hebt altijd keuze. Je kunt altijd actie nemen. En als je een andere actie neemt, krijg je andere resultaten. Which is true. Hartelijk dankjewel. Graag gedaan. Vond het erg leuk. Prachtig gesprek. Ik ook. Een prachtig gesprek. Dus ik denk dat er wel een stuk of 20 golden nuggets in zitten voor ze. Leuk. Voor iedereen. Ja, ga ik wel vanuit. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk.
op jouw vrijheid.